Hoi, welkom bij mijn kanaal. Bij het volgende filmpje wat ik wilde opnemen, wilde jullie niet op schoot. En nu even wel. Ik liet hem 9 maanden geleden zien. 7 maanden denk ik. Hij is nu 9 maanden oud. En dan was hij heel klein. En nu is hij best heel groot. Mijn bril valt. Oh Anton, ja. Nu is hij best heel groot. Zeg maar dag tegen de mensen. Anton, zeg maar dag. Ik heb je vast. Je kan niet vallen. Ja, je bent lief. Zeg maar dag. Zeg maar dag. Mwa. Ga je een keer mooi in het beeld kijken of ga je alleen maar druk doen? Hey. Wil je eraf? Kom maar. Zo. Anton dus. Deze look heb ik in de vorige ook al gezegd. Hebben jullie vaker gezien? Ik heb vandaag meerdere dingen opgenomen. En deze keer wil Anton in beeld. En de vorige keer wilde hij dat niet. Mijn opgemaakt tasje. Ja. Ik gebruik daar een Chanel tasje voor. Maar dat geeft niet. Ik probeer hem een beetje schuin te zetten. Dat ik het mooi kan zien. Dat gaat niet lukken. Ik heb opgemaakt de Kruidvat Boost Volume Shampoo. Voor fijn en futloos haar. Het was oké. Kruidvat Shampoo Volume Boost. Geef volume aan fijn en futloos haar. De shampoo met mineralencomplex verzorgt het haar en geeft een rijk volume effect. Waardoor het haar er voller uitziet. Het was een prima shampoo. Maar... prima. Niet. Nou. Dan heb ik wederom mijn deo combinatie opgemaakt. De rollen van Cien. En de spray. Pure and Fresh. En dit is Pure Freshness. Long lasting freshness allebei. Maar zeker nu het warme weer een paar dagen is geweest. Eerst de roller, dan de spray. Geen zweetgeur. Wessel gebruikt dit ook trouwens. Dennis gebruikt iets anders. Dan heb ik wederom een pakje opgemaakt met reinigingsdoekjes. Ja, ik weet het. Je mag je gezicht niet mee schoonmaken. Doe ik het soms als onderdeel van mijn schoonmaakroutine? Ja. Vertrouw ik alleen op deze doekjes? Nee. Nou, dat. Dan heb ik een Kruidvat Retinol, en zit er haar in, Retinol Infused Sheet Mask opgemaakt. Met retinol en Rose Hip Seed Oil. Stimuleert de celvernieuwing. Dat is deze, dat is een redelijk nieuwe. Doordrenkt met intensief voedend serum verrijkt met retinol en rozenbottenolie. Die de zichtbaarheid van fijne lijntjes en rimpels verzacht. Plantaardig collageen extract, retinol en macadamia noot en rozenbottenolie stimuleren de celvernieuwingsprocessen van de huid. Het masker reguleert de vochtbalans en geeft de huid hernieuwde vitaliteit. Nou die, ja prima. Zie ik er gelijk 10 jongen uit? Nee. Ben je nog steeds 51? Ja. Maar prima, ik heb hier nog een paar van en ik ga er ook nog wel een paar van halen. Als ik gewoon retinol op mijn gezicht smeer, dan krijg ik puistjes. En dat is heel vreemd, want ik krijg nooit puistjes. Ik heb nog nooit in mijn hele leven geen puistjes gehad, ook niet in mijn puberteit. Een incidentele. En nu had ik, toen ik retinol gewoon gebruikte, had ik voor de eerste keer in 22 jaar een puistje. Dat Wessel zei, mam, je hebt een puistje. Dat kwam door de retinol. Dus daar ben ik mee gestopt. Dat was gewoon te sterk voor mij. Maar zo'n masker is prima. Dat deed het prima. En mijn huid reageerde daar heel goed op. Moet ik zeggen dat ik hier nu wel een wondje heb. En hier. Maar dat komt omdat ik gisteren gerstekorrels heb verwijderd. Ik had er 2. Dan heb ik een revaliserend cream masker anti-rimpel met Q10. Van wie is dit? Oh, is ook van de Kruidvat. Er zitten dan 2 van die met cremmetjes.
10 minuten tot 15 minuten laten zitten. Nou, op deze staat toevallig niks. Vermindert rimpels voor een gladde huid. 35 plus. Nou, dat ben ik. Ja, fijn. Ik doe dit meestal als ik naar bed ga. En dan laat ik het de hele nacht zitten als een soort nachtmasker. En dan vind ik ze echt prima. Dan heb ik een body lotion. Is helemaal onder de stof. Van Chanel opgemaakt. Nummer 5, de body lotion. Ja, lekker. Ik hou ervan. Ik heb een Dove Body Love Rich Nourishment Cream. Voor face and body opgemaakt. Dit smeer ik op mijn benen. Want ik heb een droge huid. Maar die heb ik niet alleen op mijn gezicht. Maar op mijn handen, mijn armen, mijn voeten, mijn benen. En mijn benen zijn zo extreem droog. En dan voornamelijk mijn onderbenen. Mijn scheenbenen. Als ik het niet regelmatig insmeer. Dan is het echt. Dan wordt die huid een beetje krakelee. Dus vandaar. Ik heb een Catrice Illuminating Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray opgemaakt. Dat is deze. Dit is een grote flacon dit. Lightweight and quick drying spray that can be used for setting makeup as a primer and as refreshment. It improves makeup wear and leaves a dewy glow finish. Dat doet het inderdaad. Dit is wel een van mijn favorieten. Dit is een hele fijne spray. Zoek je, er zijn natuurlijk ook heel veel dure hele fijne sprays. Hè? Maar zoek je een budgetproof glowy setting mist. Als je een droge huid hebt. Van Catrice. Ik haal het even eruit. Want ik zie dat ik een heleboel proefjes ook heb. En anders, dan kan ik het even een beetje categoriseren. Ja, zo. Hier is die andere Q10 masker. En wat zegt die? Verzacht de huid en vermindert de directe de diepte van rimpels bij regelmatig gebruik. Q10 en het Cell Beauty Complex activeren de cellen en geven de huid een mooi egale tint. De toegevoegde lipiden uit de avocadoolie en sojaolie en shea butter beschermen de huid en zorgen voor een glad en zacht gevoel. Dit was die andere, waar net geen... Dit staat alleen op de bovenkant. Nogmaals, dit smeer ik 's avonds op mijn gezicht en dan ga ik ermee slapen als een soort nachtmasker. Dan heb ik de Kruidvat Lifting Night Cream and Day Cream. Deze zijn heel fijn. Ik vond de hydraterende versie fijner. En ik merk dat ik hier traanogen van krijg. Nou heb ik dat heel snel. Dus ik weet het niet zeker. Ik heb ze opgemaakt en nou ja, daarmee is het klaar. Ik heb een Vaseline Expert Care Instant Dry Skin Rescue. Health Repair Dry Skin from First Use. Fast Dry Skin Healing Formula met hyaluronzuur, moisturizing glycerin en vaseline jelly. Dit was een kleintje. Voor very dry skin. Ja, het is heel lekker. En ja, het is voor extreem droge huid. Maar doet het op de eerste dag al wat als er geen baas onder zit? Nee. Na de hele tube wel. Maar het is een prima product. En ik raad hem wel aan. Ik zit het even te lezen. Dry Skin Rescue Body Lotion combineert hyaluronzuur, glycerine en vaseline jelly. Om de zeer droge huid te helpen herstellen al vanaf het eerste gebruik. Ja, weet ik niet. Het is niet zo dat ik hier gewoon dat kon insmeren na het douchen. En dan zeg maar het kon laten. En dan de volgende dag niet kon gebruiken. Bijvoorbeeld 1 keer per week of zo. Niet dat je 1 keer per week doucht, maar hè, dat je 1 keer per week je benen kon insmeren. Zo feest is het niet. Dit moet je nog steeds elke dag smeren. Maar prima. Echt prima. Nu heb ik het in een pot volgens mij. Dan heb ik de Catrice Pore Volume
mascara in het bruin opgemaakt. Nou, niet opgemaakt, want hij is nog niet helemaal op. En hij is ook nog niet helemaal ingedroogd. Maar hij is wel een half jaar oud. En aangezien ik vooral bij dat linkeroog veel last heb van traanogen, dacht ik, na een half jaar wissel ik hem en ga ik over op een nieuwe. Dus ik heb een nieuwe in gebruik of een andere. Volgens mij heb ik er nu een van Essence in gebruik. Dit was de kleur 010 Burgundy Brown. En ik vind deze heel fijn voor een dagelijkse mascara. Dan heb ik de Essence Wow Water Brow Pen opgemaakt in de kleur Light Brown. Dat is deze. Ja, prima. Goeie kleur. Wat wil je ervan zeggen? Het is een beetje een waxy pen. En de tip, ja, ik kan niet meer zien nu, maar de tip was wel groot. Hoe kan ik dat laten zien? Zo. Het was wel een groot. Dus hou je van zo'n micro pennetje en zo om echt haartjes te tekenen? Nee, dat doet hij niet. Maar voor mij, weet je, ik heb op zich oké wenkbrauwen. Alleen ik moet de puntjes tekenen, de staartjes. Daar was hij prima voor. En ik teken geen haartjes of zo. Dus dat. Dan heb ik vier keer Chanel Le Sublimage opgemaakt. Ik heb er één. De demaquillage. Dus om make-up te verwijderen. Die vind ik niet zo fijn. Dat, nee, ik weet niet waarom, maar ik heb er nu weer eentje opengemaakt. En dat blijft nog een beetje plakkerig. En dag, Lulu. Hi. Ja, maar je kan heel mooi kwispen, schat. Maar je kan er niet op schoot. Bovendien durf je dat niet. Dan heb ik de Sublimage La Crème in de Texture Supreme opgemaakt. Dat is ook zo'n minietje. Ik heb een tijd geleden zo'n mini video gemaakt met allemaal minis die ik ging opmaken. Dan heb ik Sublimage La Crème opgemaakt. En dit zijn allemaal dagproducten, hè. En dit is de oogcreme. Die zit in zo'n klein tubetje. Dan heb ik die oogcreme ook opgemaakt van Le Lift. Ook van Chanel. En van Le Lift Pro heb ik de Contour Concentrate opgemaakt. Dat is ook een soort dagverzorging. Corrective Concentrate voor de face en nek. Staat er dan hier ook nog op wat het is? Crème voor gezicht en hals. En dit is een crème verrijkt met vanille planifolia. Geen idee wat dat is. En dit is olie in gel reiniging. Ja, dat is het inderdaad. En dan heb ik er nog één opgemaakt. Een serum. Met een revaliserend serum met rode camellia van de nummer 1 lijn van Chanel. Ja. En weet je, al die producten zijn prima. Maar ik vind het gewoon niet waard. Ik weet, die Sublimage lijn, een potte dagcreme daarvan kost €400. En hoe fijn ik het ook vind. Want die Sublimage lijn is echt geweldig. Maar ik ga dat gewoon niet betalen. Nee, dus. En dan heb ik een parfummetje opgemaakt van Miss Dior. Zo'n kleintje. En ik vind dit een heel fijn luchtje. Ik kan niet omschrijven waar het naar ruikt. Komt ook niks meer uit. Maar ik had dit op. Ik denk 2 weken geleden. Toen gingen we weg en ik kom beneden. Ik had me klaargemaakt en zo. En het West zegt mij, zegt, goh, wat ruik je lekker. En dat zegt hij wel vaker. Maar dan is het meestal Chanel wat ik op heb. En nu zat ik er zoiets van, oh, dat is de Dior luchtje. Nou, ik kwam helemaal zo ruiken. Ja, ja, vond het ook wel een fijn luchtje. Niet dat hij het gaat gebruiken natuurlijk. Want Wessel is niet van de Dior. Dit is, het staat toevallig hier, dit is Wessels, ja, Wessel is wel van de Dior. Dit is Wessels een luchtje. Wessel is van de Sauvage of Chanel. En wat ik ook heb opgemaakt, en daar was ik echt, echt heel erg door verrast. En heel blij verrast ook. Is de Giorgio Armani Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation in de kleur 2. Dit was een proefje. En ik had zo'n set van 4 kleuren proefjes gehad bij de
Douglas, denk ik. Dus ik heb deze geprobeerd en deze is mooi. Deze zit zo mooi op je huid. Ja, ik denk dat de kleur 2 iets te licht voor mij was. Ik moet denk ik kleur 3 hebben. Maar buiten dat was die zo mooi. Dat ik ga hier zeker, zeker voor kijken voor de full size. Niet deze maand, want Wessel gaat over een week naar Londen. En die neemt dan wat house labs voor me mee. Dus ja, je moet het budgetteren. Hè? Maar deze, ja, deze ga ik zeker kopen. Mijn huis zag er zo mooi uit. En dat is zo'n fijne foundation. Dat was het. Dat waren de opgemaakte producten voor de maand juni. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ken je sommige van deze producten? Laat weten wat jij ervan vindt. Het is altijd leuk, ook voor anderen. Want het gaat niet alleen maar om mijn mening. Het gaat om iedereen. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Bedankt voor het kijken. Doei!